Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Vandaag heb ik deze Fleischmann 4470 uit mijn hoofd. En deze wil ik gaan voorzien van LED-verlichting, zowel voor als binnenin. En ik heb in het verleden heel erg lopen kloten om hier die lampjes te verwisselen. Dus ik ga hem nu volledig demonteren. Ik heb in de voorgaande aflevering beide wagenstellen voorzien van een motor, zodat niet eentje dummy is. En nu komt eigenlijk dus deel 2. En dat begint met het verwijderen van het dakpaneel. Zo. Alles wat ik niet nodig heb, ga ik ook wegleggen. En ik ga deze loshalen. Hier zitten de leesdecoders nog in. Die ga ik nu niet vervangen. Ik heb niet genoeg decoders op voorraad. Zo. Er zijn een heleboel schroeven om los te halen. Ik denk ook dat ik één plek los moet solderen. Ja, dat is deze. Is hij los? Nee, nog niet. Zo. En dan kan het wagenstel eruit en dan kan die brug eruit voor de stoompick-up. De lampjes zullen er dadelijk vanzelf uitvallen. De oude gloeilampen. Deze wil ik los. Deze wil ik los. Ik wil deze aan de zijkant los. Ik wil het hele wagenstel even los hebben. Zo. Zodat de motor eruit kan. Ja, dat was een lampje. En dan kan deze hele stellage weg. Hieronder zit een lampje, dat wil ik gaan vervangen. Op. Even goed opletten waar alle schroeven heen gaan en alle lampjes heen gaan. Normaal gesproken zit hier een schroef. Die zit er in deze niet in. Dan gaan het lampje al zo uitkomen. Satéprikker. Andere satéprikker. Hier precies zit een clipje. En dat clipje moet losschieten. Dan heb ik nog goede prikkers die nog een beetje scherp zijn. Hier zo zit ook het clipje.
Even kijken. Waarom wilde jij? Wil je niet? Ik heb het eerder gedaan. Toen was het vrij makkelijk. Toen ging hij vrij soepeltjes open. Maar deze wil echt niet. Misschien is hij gelijmd. Hoop ik niet. Dan wordt dit een onmogelijke klus namelijk. Nou, als de hout niet werkt, dan ga ik over op schroevendraaier. Ja, liever niet. Daarmee kun je plastic beschadigen. Onderkant kan opzij. Metalen. Ik weet niet of het koper of ijzer is. Het is vrij zwaar. Maar in ieder geval, dat kan opzij. En dan kun je deze naar achteren schuiven. En hoppakee. Zo. Daar gaat het om. Alle andere dingen kunnen weg. Hier zit nog het rode lichtje in. Rood lampje. Daaruit. Schroef op zijn plek. Zo. Dit is de... waar het licht in komt. Boven is voor wit licht. Onder is voor rood licht. Goed onthouden. Erg handig. Voor dadelijk. En dit zijn mijn ledjes. Het zijn 2 mm ledjes. Die ik hiervoor gebruik. En kijk, ik zou heel graag misschien 3 mm willen hebben. 3 mm leds. Als die 3 mm leds dan ook in de basis dus op dit deel 3 mm waren. Ik heb alleen deze. En dat gaat wel werken. Wat ik ga doen, namelijk, is ik ga ze er zo doorheen steken. Kom op. En ik haal het kopje eraf. En ik hoop dat het goed genoeg gaat als ik het dadelijk ga proberen. Dat het er goed genoeg uitziet. Dat kopje dat haal ik eraf met een tang. Alleen dat schiet alle kanten heen. Dus ik doe dat liever even onder een doek. Probeer hem niet te kort af te knippen. Als je dat doet, beschadig je het ledje zelf. Is goed. Zo, en met deze ook. Hoppa. Normaal gesproken. Kom eens even hier, jij. Normaal gesproken krijgen de lampjes licht via dit metalen omhulsel en deze twee contacten hier. En dat heb ik bij deze, bij digitaliseren opgelost. Dat blauw zit op deze rail. En deze rail gaat hier via een schroef. Zo. Komt dat terecht op dit. Dus dit hele vlak is in feite de blauwe bekabeling. Blauw is de pluspool dadelijk. En ik wil dus de ik ga hier een weerstand tussen zetten. Tussen de decoder en de blauwe aansluiting. Is dat verstandig? Ga ik even experimenteren, want hier komt natuurlijk ook een LED tussen. Het idee is dat als ik hier één weerstand tussen zet, dat de blauwe pluspol in ieder geval minder stroom doorlaat. Deze twee die kijken even of ik dat via deze huidige metalen dingen laat lopen of dat ik hier gewoon losse bekabeling voor maak. En ik wil even testen of dat als ik de verlichting aanzet voor de binnenverlichting, of dat dan deze twee het nog wel doen. Want ik heb het verleden gezien bij mijn koploper dat als je de verlichting aanzet voor de binnenverlichting, dat dan de
vond de sluitverlichting het niet meer deed, doordat de weerstanden niet helemaal goed zaten. Dat ga ik eerst uitproberen voordat ik er alles inzet. Ik heb even een breadboard gepakt om te experimenteren en ook om het probleem te demonstreren. Ik heb hier een heleboel kabeltjes. Ik ga deze verwisselen, denk ik. Zo. Hier heb ik de opstelling met één weerstand en drie leds die op die weerstand zitten, waarbij je moet voorstellen dat dit de schakelingen zijn van de decoder. Dus de decoder zegt ik wil binnenverlichting, dan gaat hier stroom op. Ik wil frontverlichting, dan gaat op deze pin stroom. Of ik wil sluitverlichting, dan gaat daar stroom op. Dus ik zet mijn sluitverlichting nu aan. Zo. Dus ik nu zeg ik wil ook... nee, dan moet ik andersom doen. Ik wil mijn binnenverlichting aan. Hoppa. En nu wil ik mijn frontverlichting aan. Nou, dat gaat nog goed. Kijk, brandt ook nog. En nu wil ik mijn sluitverlichting aan. Hey. Dan brandt alleen nog maar de rode. Dat komt omdat de rode een lagere weerstand heeft. En de stroom volgt deze route. Pakt de weg van de minste weerstand. En gaat daarna pas door de weerstand naar buiten toe. Als je dat nu omdraait. Zo, deze gaan er even allemaal uit. Kijk, hier heb ik drie weerstanden. Naar elk van de leds zit een eigen weerstand. Dus de stroom gaat altijd door een weerstand, dan door een led en dan terug. Met als gevolg dat deze weerstanden worden eigenlijk als eerste selectie gebruikt. En zijn allemaal gelijk. Dus gaat de stroom altijd door alle drie de leds heen. Betekent dat ik door de weerstand even uit te zetten. Zo kan de binnenverlichting uit. Dit is voor de frontzijn, die kan zo uit. En dit is voor het sluitzijn, dat kan ook uit. Betekent dat ik, als ik normaal gesproken gebruik nu als de enkele weerstand, omdat in de meeste treinen ik alleen maar front- en sluitzijn heb. En front- en sluitzijn staan bij mij eigenlijk nooit tegelijkertijd aan. Dus kan ik met één weerstand af. Wanneer je met binnenverlichting gaat werken, moet ik ofwel dus de één weerstand hebben voor richting de front- en sluitzijn. Dat zou betekenen dat ik op dit stuk eigenlijk een weerstand moet hebben. En ik heb een aparte weerstand nodig voor de binnenverlichting. Dus ik zou het met twee af kunnen. Dus ik moet ofwel breukjes hierin gaan zetten en een weerstand erop. Of ik zet ze op de, deze kabels, de witte, de gele en de groene. Daar is eventjes de keuze waar ik voor sta. En nu weet ik ook nog dat één van deze decoders heeft een doorgebrande rode verlichting, als ik me niet vergis. Dus ik zal ze ook even moeten testen, kijken welke van de verlichting nu nog goed is. En ik zal even die draden moeten vervangen door de paarse en ze anders programmeren. Of de hele decoder vervangen, maar ik heb ze gewoon even niet op voorraad. Ik ga dadelijk in ieder geval dus de leds hierin zetten. Weerstanden ertussen zetten, als ik besloten heb hoe. En ik heb daarvoor deze en deze nodig. En ik ga die ook wel nodig hebben. En weerstanden ertussen. Ja, het is een beetje rommelig hier. Maar wat ik heb gedaan is, hieronder zit nu een led. In plaats van deze gloeilamp. Dit is de blauwe draad van de decoder. Die gaat hier in dit zwarte ding. Aan deze kant zit een gloeilamp, een weerstand. Die ga ik gebruiken voor de front- en sluitverlichting. Die kan dus niet gelijktijdig branden, maar dat vind ik niet zo'n probleem. En aan de andere kant zit ook een weerstand en die zit vast aan de led die hier onderin gaat. Op die manier doe ik het dus inderdaad met twee leds zoals ik net al voorspelde. Ik heb gecontroleerd of dat de beide verlichtingkabels nog goed werken. Die werken bij deze goed. Dus ik kan deze mooie paarse opbergen. En ik kan gaan nadenken hoe ik aan deze kant
ervoor ga zorgen dat mijn LED's stroom krijgen van deze verbindingen. Of hoe ik de kabels hier ga doen en van het frame. Zo, de LED's zitten dus in de behuizing. Ik heb de positieve pol van de pinnen van de LED's omgebogen, dat ze hier tegen metaal aan zitten. En ik denk dat ik hier nog een brug tussen ga solderen. En dit zijn de negatieve polen. Ik heb hier blauw, dat is de positieve. Die hou ik hier even op de schroef. En als het goed is, kijk, kan ik nu individueel de LED's aansturen. Dadelijk zit natuurlijk dit hier zo tegenaan. Ik ga even kijken. Eigenlijk wil ik hier deze twee even aan elkaar solderen, zodat er beter contact is. De krimpkous wat inkorten en een klein boogje maken, zodat deze pinnen, deze metalen hier gewoon tegen de LED, tegen die pol aan kunnen drukken. En als ik hier dan wat tape op doe, dan is er ook weinig kans op kortsluiting. Op die manier behoud ik eigenlijk het omleiden zoals het er al zat, zodat ik niet hoef te proberen draden weg te werken. En zodat ik hem ook nog steeds makkelijk kan demonteren als er iets mis is, bijvoorbeeld om een LED te vervangen. Ik heb hieronder de brug gezet tussen de twee pluspolen, plastic erop, wat tape is dat. En de minpolen omgebogen, zodat dat contactpunten vormen. En als ik nu mijn frame pak van de locomotief, dan kan ik die er zo inschuiven. En deze moet hier tussen de lichtgeleiders een beetje naar voren. Ja, ik heb hier wat extra opgesoldeerd, dus het zal even wat moeilijk passen en mee te zijn. Eens kijken of ik dit in beeld kan krijgen. Deze verbinding loopt nu naar die brug op die LED en de andere verbinding zit tegen de andere LED aan. Dat zou inhouden dat als ik alles aansluit, dat ik nu zowel binnenverlichting als front- en sluitzijn zou kunnen bedienen. Dat hoort dus weer even testen en aansluiten. Binnenverlichting staat aan en kan ook uit. De voorkant kan nog iets hoger. Ja, brandt nu wit. En brandt nu rood. Prachtig. Precies zoals het hoort. Met dit veranderen van de rijrichting. Betekent dat dit grapje werkt. Dan rest mij nog deze extra connector er even afhalen. Die is handig voor testen. En de hele boel zoals die hier los ligt weer assembleren. Alle bedrading er weer opzetten. En dan heb ik hier de front- en sluitzijnen vervangen met LED. Dan moet ik hetzelfde trucje alleen nog doen met de andere kant. Maar ik verwacht daar geen grote problemen. Behalve dat ik even moet testen. Dan is volgens mij dat degene waarbij een van deze twee kabels niet werkt. Nou, daar heb ik de paarse voor. Maar dat komt wel goed. Bedankt voor het kijken. Tot zover. Like en subscribe. Dan word ik beter gevonden. Laat berichten achter. Vind ik leuk. Tot een volgende keer.